Willem Barents in de Vaart, Wonderlijke Waarheden, Kroketten van Terschelling zijn een hit. Dit is het Terschelling TV-journaal van 4 juli 2020. Hallo allemaal, ik ben Arjan Bokslaar en dit is het Terschelling TV-journaal van 4 juli 2020. Ja, het heeft even wat voeten in aarde gehad, maar gisteren was het dan zover. De nieuwe boot van Rederij Doekse, de Willem Barents, is officieel in de vaart genomen. Lennart ging van de week even kijken en even proeven hoe het allemaal gaat. Het is woensdag 1 juli en wij zijn hier vandaag op een nieuw schip van Rederij Doekse, MS Willem Barents. En we zitten nu in de stiltesalon, dus ik mag eigenlijk niet praten. Nou Paul, we staan hier voor het eerste schip wat gaat varen, aanstaande vrijdag. Hoe beleef je deze week zo ernaartoe? Ja, dat is een heel fijn moment. Het heeft natuurlijk lang geduurd en we hebben er erg naar uitgekeken. En een enorme hobbelige weg geweest, zoals jullie weten. Maar ja, ontzettend blij dat we vandaag nu eindelijk het aan de pers en aan de stakeholders het schip kunnen presenteren en dat hij vrijdag ook gaat varen. Ja, want er zitten heel veel nieuwe technische snufjes in. Waar ben je het meest trots op? Nou, eigenlijk alles wel. Ik vind gewoon het interieur is heel goed geslaagd. Freepak heeft het heel goed gedaan. Enorme beleving aan boord voor de gasten ook van de omgeving, van de wat. Maar ook technisch hebben we onze nek heel erg uitgestoken. En ja, dat heeft geresulteerd in een schip wat extreem lage uitstoot heeft. En dat was natuurlijk het hoofddoel. Ja, daar zijn we eigenlijk heel tevreden over. Ja, en is de Willem de Vlaming dan precies hetzelfde? Willem de Vlaming is van buiten eigenlijk hetzelfde. Dat zul je weinig zien anders dan de naam natuurlijk. Interieur is wel een twist gegeven. Die heeft iets andere kleurcombinatie. Juist ook om een kleine twist eraan te geven van dat je wel het idee hebt dat je op een ander schip zit. Maar verder technisch helemaal hetzelfde. Oké, en dan gaan we grotendeels op LNG varen. Komt er verder nog dan een vorm van energie naar voren? Nou ja, we varen alleen op LNG. Hè. Okay. Dat is ook afwijkend ten opzichte van de meeste LNG-schepen. Die hebben dan dual fuel. Hè. Die gebruiken ook nog een beetje gewoon ouderwetse aardolie of gasolie. Wij niet. Dat is 100% LNG. En voor de rest gebruiken we heel veel restwarmte om energie mee op te wekken. En we hebben zonnepanelen. Ja, en LED-verlichting. En er is overal rekening gehouden met isolatie, met dat weinig warmte uit het schip straalt. En, ja, op alle aspecten hebben we gekeken van zo laag mogelijk energieverbruik. En dan gaan we vrijdag treedt hij in dienst. Alleen richting Terschelling of ook al naar Vlieland? Nee, alleen naar Terschelling. We hebben natuurlijk het probleem met de Vlieland. Dus het schip is echt nodig ook om de autocapaciteit naar Terschelling te kunnen verhogen. En die wordt niet als vervanging van de Vlieland gebruikt en dan de Midsland weer ingezet? Nee, want we moeten echt de autocapaciteit benutten van dit schip. Dus vrijdag drie keer naar Terschelling en dan rondom de weekenden ondersteunt hij de vloot. En per wanneer verwachten we Willem de Vlaming erbij? Willem de Vlaming zal ergens in september in gebruik worden genomen. Oké, in september en de Vlieland? De Vlieland in augustus. Oké, dus dan elke maand een stapje er weer bij. Ja, en gelukkig zijn we dan eindelijk verlost van alle ellende en hebben we de weg omhoog weer te pakken. Nou gaat het gerucht op de Schelling een beetje dat de Willem de Vlaming alleen voor Vlieland is. Is dat ook zo? Nee. We hebben wel gemeend om beide eilanden een beetje te eren met Willem de Vlaming komt voor Vlieland en Willem Barents van de Schelling. Maar het is niet zo dat het ene schip specifiek naar de Schelling of Vlieland vaart. Het is maar net hoe het zo uitkomt. Ja, en dan van het winter zien we voornamelijk deze twee nieuwe schepen varen. Ja, en het uiteindelijke doel is om met de schepen met zo laag mogelijke uitstoot zo lang mogelijk te varen. Dus in de winter is het idee dat deze een van de twee naar de Schelling vaart en de andere naar Vlieland. En als we nou zomerdag kijken straks, rock'n'roll weekend bijvoorbeeld, als het weer kan volgend jaar, bijvoorbeeld Berenloop. Ja. Hoeveel boten kunnen we dan halen op een dag? Dat weet ik niet. Maar dan is het wel de bedoeling op dat soort piekmomenten. Dan heb je eigenlijk drie afvaarten van de Willem de Vlaming en drie van de Willem Barents op de Schelling. Eiland. Ja. Ondersteund met de Noord-Nederland en de snelboten dan. Ja. Ja, dus dan en als het dan nog te weinig zou zijn, dan hebben we nog de Friesland. Hè? Die blijft reserveschip. Dus we hebben met name met deze investering zowel in milieu willen investeren, ook in de gasbeleving, maar ook in de capaciteit, in de groei in de capaciteit. En hopelijk dat die groei na de coronatijd weer oppakt. Ja, laten we daarmee afsluiten, dat we daarop hopen. Heel goed, dankjewel. Dankjewel.
Nou, kapitein Gerard Pont, een mooie nieuwe werkplek. Hoe bevalt het? Ja, werkplek is fantastisch. Je ziet het. Hoop licht, ruimte, glas, overzicht. Dus, en het ruikt nieuw. Het is net een nieuwe auto. Dus, leuk, uitdagend. Ja, zijn er veel veranderingen ten opzichte van de boten waar je nu al op vaart? Het wijkt af van het concept. Kijk, normaal is het conventioneel schroeven en roeren. En dit is met roerpropellers. Dus het is gewoon een totaal ander concept. En dat is gewoon leuk, uitdagend. Lang voor moeten oefenen? Ja, ik ben bekend met dit systeem. Dus ik ga een beetje terug naar de ervaring die ik eerder opgedaan heb. Dus dat komt nu mooi van pas. En begeleid je daarbij ook andere nieuwe collega's? Ja, we zijn met drie kapiteins zijn we bij de afbouw betrokken geweest. Met name het eindafbouw. En wij begeleiden dus zometeen, als wij voldoende ingevaren zijn, dat zijn we natuurlijk wel, maar nog wat meer ervaring op gedaan hebben, dan gaan we de bestaande kapiteinsploeg gaan we dus verder trainen. Oké. Zin in? Ik heb er zin in. Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Bas Flipsen van Orkan Energy. Jullie hebben ook een grote bijdrage geleverd aan het nieuwe schip. Wat precies? Ja, wij als Orkan Energy hebben de restwarmte terugwininstallaties geleverd. Dat wil zeggen dat wij de restwarmte, die normaal de schoorsteen uitgaat of in het motorkoelwater de zee in verdwijnt, pakken en omzetten in elektriciteit. Het voordeel daarvan is dat de elektriciteit die wij opwekken gebruikt kan worden en dus niet door de hulpmotor hoeft opgewekt te worden. Oké, en die energie wordt gebruikt op het schip voor gewoon de verlichting en het opladen van je telefoon? Of is dat ja, bijvoorbeeld. Dat zijn voorbeelden van de hotellood, zoals dat genoemd wordt, waarmee toepassingen aan boord van het schip elektriciteit gebruiken. Maar conceptueel hebben we ook zo bedacht, als wij tijdens de oversteek die restwarmte pakken, omzetten in elektriciteit en in accupakketten opslaan, dan kan in de haven kunnen de boegschroeven die elektriciteit gebruiken om te manoeuvreren. En dan hoeft die elektriciteit op dat moment dus niet door een generator worden opgewekt. Dus er wordt gebruik gemaakt van elektrische boegschroeven. Ja. Die worden aangedreven met restwarmte van de rest van de overtocht. Ja, precies. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat effectief de boegschroeven op restwarmte draaien. En als er nou die accu's vol zitten en alles wordt gebruikt, wat gebeurt er dan met de restwarmte? Dan wordt het direct in het boordnet gestoken en dan de verlichting, alle andere elektrische systemen. Dan gaat het die kant op. Ja. Dus we hebben eigenlijk geen verlies van energie. Nee. De restwarmte wordt in dit geval optimaal gebruikt. En een aanvullend voordeel van het feit dat het schip ook op LNG vaart, is dat er ook geen schadelijke stoffen zoals zwavel in de uitlaatgassen zitten, die normaal wel eens kunnen condenseren als de uitlaatgassen te koud worden. Maar nu kunnen ze helemaal naar beneden afkoelen om optimaal de restwarmte uit de uitlaatgassen te benutten. Wordt het al verder op veerboot op deze manier toegepast? Nee, dit is het eerste project voor ons als Orkan Energy waarbij we dit zo toepassen op een veerboot. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Wat we nu varen een aantal weken proef. Bevalt het? Werkt het goed? Ja, het werkt heel goed. We hebben uitgebreid getest afgelopen weken. Gisteren zijn de laatste tests afgerond en alles succesvol. Dus wij zijn heel blij dat het vanaf aanstaande vrijdag de dienst ingaat. En dat het straks ook voor toeristen niet zozeer te bewonderen is, maar in ieder geval te gebruiken is. Ik ben benieuwd. Dankjewel. Dankjewel voor het interview. Een van de leukste musea in het land is toch wel het Cultuurhistorisch Museum op Westerschelling, het Behouden Huis. En dat is in de Commandeurstraat. 1 juli opende daar een nieuwe tentoonstelling, Wonderlijke Waarheden. En u gaat zich zeker verwonderen. Richard, een grote dag. Ja, zeker. Want? Want we hebben een nieuwe tentoonstelling. Een nieuwe tentoonstelling. En het heet Wonderlijke Waarheden van Terschelling. Gisteren, 30 juni, is hij geopend door 100 Terschellingers. Ja, even meer dan 100. Zo. Het zijn allemaal mensen die direct of indirect betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze expositie. Die expositie is eigenlijk ontstaan door het boek. Het boek was er al. Dat was uitgekomen
in januari. Ja. 16 bijzondere verhalen door de eeuwen heen. In het boek staan ook 16 verhalen? Ja, klopt. Okay. Door de eeuwen heen. En we hebben er 5 uitgekozen. En die worden uitgebeeld in beeld en geluid door Aart en Irina. Ja. Aart Kramer en Irina Filster. Het is, ik heb net een paar dingetjes gezien, maar het is behoorlijk high-tech, hè? Ja, ja. Ja, als mensen nu nog denken dat het museum een oud huis is met oude spullen die ze afstoffen en de kaartjes knippen, dan ja, dat is echt, die tijd is echt voorbij. Ja. Het museum hoort gewoon midden in de samenleving. Ja. Die waakt over de cultuur en historie van in dit geval het eiland. Met legt verbindingen met het onderwijs, met de maatschappelijke instellingen. Hoe kunnen we dat bewaren? Wat, ja, je kunt niet alles bewaren. Nee. Want alles wordt weer geschiedenis, maar dat is juist de uitdaging, dat je dat met elkaar aangaat. En, ja. En daar hebben we, dat is onze functie. En, ja. En dan heb je inderdaad, moet je met je tijd meegaan. Ja, behoorlijk. En, ja. Ja, ja, ja. Want ja. Jullie hebben ook een audiotour eraan gekoppeld. Zit die ook aan deze? Nee, de audiotour die staat los, want daar kom je in die cabines, krijg je eigenlijk al beeld en geluid. Dat zijn de verschillende Terschellingers die dan iets inspreken. En dan hoeft dat niet, maar de rest, die audiotour, die ja. is trouwens ook, dat is ook een groot succes. Ja. Iedereen kan het op zijn eigen manier ja. volgen. Leuk. Het loopt een beetje uit de hand, want we hadden afgelopen dagen waren al mensen die waren meer dan 2 uur hier in het museum. Dus, dus je ja, krijgt ze er niet snel uit. Nee, we krijgen ze niet meer. Ja, dus dan, ja, het stoekelt op, zeggen ze dan op de Schelling. Ja, ja. Dan gaat het, oh jongens, zeker met onze anderhalve meter natuurlijk. Ja, maar, jullie... dus, we hebben nou een reservering. Hè? Iedereen moet nu, als ze hier willen komen, eilanders ook, museumjaarkaarthouders, ja. allemaal moeten ze nou online reserveren. Maar het is vrij eenvoudig. Jullie mogen nu toch iets meer hebben dan gisteren? Het is 1 juli. Dus ja, ja, we mogen wel iets meer, maar die anderhalve meter blijft nog. En het museum is gewoon op een gegeven moment niet groter. Nee. Hè? Hoeveel kunnen erin dus, tegelijkertijd? Ja, dat is lastig. Nou, ik denk dat er wel zo'n 50 wel in kunnen. Oh, okay. Ja. Daar heb je genoeg ruimte voor. Dan heb je nog genoeg ruimte. Maar dan hebben we dan van die tijd sloten. Ja. En dat werkt trouwens prima. Ja. Soms ook... staan de mensen wel buiten, vlak voor het raam nog van eventjes met hun mobieltje even een reservering. Ja, 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 ja. Ja, ja, dat geeft niet. Ja. Nee, maar het is ook een ervarium, hè? Want ik zag net dat stukje over de bommenwerpen. Zeg ja, maar. Ja, ja. Je zit er naar te kijken. Ja, nou dat is echt ook de intentie van ons. Kijk, je hebt heel gauw mensen denken aan geschiedenis, oh saai. En dan zie je de oude talen, get en al die jaartallen. Maar het zijn natuurlijk allemaal mensen van vlees en bloed. Ook toen. Ja. En met hun eigenlijk allemaal dezelfde emoties die ze nu ook nog steeds hebben. En dat maakt het zo boeiend. Ja. Wat, kijk, als je alle techniek eraf haalt wat we nu hebben, blijven er nog steeds het doel en wat mensen met allemaal het achterdocht en het verraad en teleurstellingen. En dat is juist dan het boeiende. Als je dat dan in een verhaal de mensen kunt laten meebeleven. Ja, maar dit maakt het voor kinderen ook wel leuk. Want ik keek ja. Ook dat verhaaltje over SOJ en zo. Ja, en, ja, ja. Dat is net of je naar een poppenhuis ja, kijkt. Ja, precies. Maar dan met bewegende ja, ja, ja. Nee, dat, en dat is ook een meisje, hier van Terschelling, die vorig jaar de voorleeswedstrijd heeft gewonnen. Okay. Die leest het, die vertelt het verhaal. Die vertelt ja, het verhaaltje. Ja, ja. Ja, zoals bijvoorbeeld Anne Maas, vinden we natuurlijk heel erg leuk. Wie? Anne Maas. Ja. Die vertelt dat deel van het verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Wat zijn vader nog mee heeft gemaakt. Okay. En wat hij zelf ook nog, waar hij zelf nog getuige van is. Ja, precies, voor een deel. Dat, kijk, we kunnen natuurlijk die Romein, die kunnen we niet meer tevoorschijn halen. Maar, nee, maar, dat wordt hem niet. Ja, nee, dat nee. Nee. Nee, jullie zijn vandaag begonnen met de tentoonstelling. Hoe lang loopt die? Vandaag is hij alleen nog voor de genodigden. Oh, ja, van al die, vandaag, ja, en morgen, vanaf morgen. Ja, en nou blijft hij voorlopig wel een tijd staan. Ja, ja, je hebt er geen einddatum aan gekregen. Nee, hij is echt wel. Dat Sprookjes en Zagen was een groot succes. Nou, hoe lang heeft hij gelopen? Die heeft al 5 jaar gedraaid. Zo. Ja, en daar zat dus ook een boek bij. En toen kregen we eigenlijk, al ook uit het onderwijs, maar ook van anderen, van ja, joh, je hebt dat Sprookjes en Zagen prachtig. Maar er zijn ook hele bijzondere waargebeurde verhalen. Ja. En zo is dat boek toen ontstaan. En zo hebben we dat ingezet
Voor deze expositie. Dus die willen we zeker ook weer een tijd laten draaien. Ja. Is er vanuit onderwijs veel belangstelling voor? Want jullie doen best wel veel research. Ja, en wij hebben nu ook toevallig weer, want corona zat ertussen. Mm-hmm. Maar hebben we nu alweer die contacten weer opgepakt. En wij willen daar ook, wij willen eigenlijk ook dat er een vast systeem in komt. Dat alle kinderen van de Schelling alle belangrijke thema's uit de Terschellinge geschiedenis meemaken. Ja. Dus ook niet alleen maar over cranberries en hakketonen. Ja, niks de nadeel van cranberries en hakketonen. Maar ook bijvoorbeeld het landschap. Daar hebben dorpen gelegen. Waarom zijn die er niet meer? En waarom ligt die dijk vol met kronkels? Ja. Dat de kinderen daar ook bewuster worden van hun eigen landschap en hoe dat ontstaan is. Waarom liggen die dorpen waar ze nu liggen? Maar ook over het bestuur. Het bestuur vroeger en de buren en de burenorganisaties, hoe die werken. Nou, alles wat met je cultuur en de historie te maken heeft, dat zouden we toch wel graag mee willen geven. En dat willen we in samenwerking met het onderwijs. Want kijk, we kunnen wel hier alleen maar op de kennis zitten, maar dat heeft ook geen zin. Dus die wisselwerking willen we toch echt werk van maken. Dat is ook een van de taken van een museum. Ja. Wie zijn jullie bronnen eigenlijk van alle verhalen? Waar halen jullie die halen we vandaan? Voornamelijk toch uit ons eigen historisch centrum. Jullie hebben zoveel archief? Ja, maar ook Jan van Dieren en Jan Swaal en Hille van Dieren en George Visser. Dat zijn allemaal mensen die altijd al in archieven. Ja, die hebben veel meer onderzoek. En dat is allemaal ook, soms is het gewoon kopieën. Maar die hebben zij allemaal hier naartoe gebracht. Dus we hebben ook de documenten, niet het originele document, maar bijvoorbeeld in Danzig of in Dresden. Dan hebben we dat hier wel. Dus dan hoeven we niet het originele stuk, precies. Maar dan kunnen wij daar wel onze verhalen van maken. Ja. Fantastische tentoonstelling. We zijn er even doorheen gewandeld al voor een deeltje. Ja. Anders ben ik ook 2 uur verder en dat mag niet vandaag. Want het is nu nog rustig. Precies. Daar moet het zo. Ja. Ja. Succes met de tentoonstelling. Ja, dankjewel. Het museum is van de Terschellingers. En voor de Terschellingers. En door de Terschellingers. Ja. Dus onze uitdaging is ook altijd weer Terschellingers te benaderen om een bijdrage te leveren. Ja. En superleuk. Ja. Superleuk. Art en Marina, we staan hier bij de nieuwe tentoonstelling van het Behouden Huis. Jullie hebben daar een behoorlijk pakketje bijdrage aan geleverd. Vertel. Hoeveel bijdrage? Nee, maar wat hebben jullie gedaan? Hessel, we zijn ongeveer 1,5 tot 2 jaar bezig geweest met... In eerste instantie zijn we bezig gaan met het boek vormgeven, illustreren. Wonderlijke waarheden van Terschelling. Eerst het boek gaan vormgeven, illustreren. Irina heeft veel werk eraan gehad. Dat is al 3 jaar geleden al. Dat we daarmee begonnen. Ja. Aan de hand van het boek zijn er 5 verhalen geselecteerd die we wilden gaan uitbeelden hier in de expositie. Net als Sprookjes en Zagen, dus de vorige expositie. Mm-hmm. Toen zijn we dus een jaar bezig geweest met deze expositie. Dus het maken van animaties, het maken van maquettes, modellen, schetsen, storyboards, geluidsopnames, montage, vormgeving. De hele rotzooi. Ja. Want het is op een gegeven moment had Wouter van Dieren een woest plan in de Tomloos met een ervaring. Maar jullie zijn hier op een beperkte schaal daar al in gegaan. Ja, klopt. Een beperkte schaal is inderdaad. Er is hier natuurlijk niet heel veel ruimte. Nee, dus, en we hebben hier wel, wilden hier 5 installaties onderbrengen. Dus vandaar dat ook alles inderdaad een beetje... We dachten van we hebben niet veel ruimte, dus wat doe je dan? Dan ga je naar schaal, ga je dingen kleiner maken. Dus poppenhuis, schaal, miniaturen. Dat scheelt ook altijd weer kosten, materiaalkosten. Dus kleinschalig en het verhaal wordt er vaak niet veel minder door. Nee, maar technisch wel hetzelfde. Ja. Ook een ervaring. Ja. Het wordt ook ervaring, maar op schaal. Ja, ja. Dus want er zijn 16 verhalen. Hoeveel in het boek, In het boek. En hoeveel hebben jullie hier uitgebeeld? 5. En dat zijn verhalen van? Van 0 tot 1942. Dus dat gaat een beetje door de eeuwen heen. Vanaf de Romeinse tijd tot de Tweede Wereldoorlog. Ja, en dus het gaat een beetje door de tijd heen. En dat is een criterium geweest om de verhalen te selecteren. En ze zijn natuurlijk ook een beetje geselecteerd op van welke zijn mooi te visualiseren. Ja. Dus ik zei tegen Lisa ook, dat is voor kinderen natuurlijk ook hartstikke leuk, hè?
Het is wel spannend, denk ik. Sommigen zullen het wel hebben gehoord van kinderen donker. Die het een beetje eng vonden. De vorige, bij de Sprookjes en Zagen. Die, ja. Ja. En misschien hier dat sommige kinderen het ook wel iets wel een beetje spannend vinden. Maar ja, het zijn natuurlijk ook. Dat mag, misschien, ja, dat mag ook wel, ja. Ja, ja. Ja. Maar het is inderdaad was wel een beetje de bedoeling dat het ook inderdaad voor iedereen is. Voor alle leeftijden. Dus, maar iedereen zal het op zijn eigen manier ervaren, denk ik. Irina, jij maakt... Of zo? Ja, oh ja. Irina, jij maakt alle, tenminste het overgrote deel van de graphics, heb ik begrepen. Nou ja, ik heb dat... samengesteld in After Effects en ja, maar ook de, Herman. Ja, het is geen slecht teken, de zwarte kant. Ja. Nee, maar ook de attributen die jullie gebruiken in het decor en zo. Aart en ik, allebei. Ja, oh, allebei, ja. Doen we samen. Ja, ja, we ja werken... eigenlijk doen we alles zo'n beetje wel samen. Okay. Ja. Dus het is niet één die alleen de video doet en, nee. En jij alleen de graphics. Nee, ik ben Irina wel degene die beter After Effects met, ja, jij bent beter met computers. Je bent gewoon al die software, die kan Irina beter. Ja. Ja, zij is eigenlijk een nerd. Een nerd. Ja, zij is een nerd. Ja, precies. Ja, ja. Ik ben er hard aan bezig hoor, met de computer. Dat lukt vanzelf. Ja. Met zoveel computeruren krijg je vanzelf een bril. Ja, je hebt zelf een ja. Mag ik jullie succes wensen? Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, komt allen. Streekgebonden producten zijn hot, ook op Terschelling. Je hebt hier plaatselijke producten die zeer populair zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan de cranberries, de Terschellinger kaas en wat te denken van de beroemde schoenrakker, dat lekkere biertje. En dan zijn er natuurlijk ook de Terschellinger kroketten. Al jarenlang is Niels Verhagen bezig om een topproduct te ontwikkelen. Cuisine du Nord is het nu. En het is nu echt de naam als het gaat om kroketten. En ze zijn erg in trek. Wij mochten even kijken bij de productie. Oké, hier is dat goed net gekookt. Dat laat ik zo nog even zien waar we beginnen. Dat is allemaal in laagjes afgekoeld in de koeling. Dat gaat nu gewoon de vacuümvulmachine in. Dat gaan we nu even leeg laten even zien. Oké, dan komt het in de vacuümvuller terecht. Deze trekt alle lucht uit de ragout vandaan en die positioneert het op een 10e gram nauwkeurig. Die communiceert met deze machine. Hier zitten 4 diafragma's in, die gaan dus open en dicht. Nou doet hij een kroketje dus, pulst hij hem even open, stoot hij hem eruit en dan knijpt hij hem weer dicht. Dan gaan we naar de voorpaneermachine. Dan gaat ze eerst een laagje paneer erop, dat is heel belangrijk om een krokant kostje te krijgen. Als je 1 laagje doet, dan wordt je kroket wat te slap. Dus we lopen nu even verder, dan gaat hij door de batter heen. Het gaat op zijn vragen natuurlijk, dit even een rambambam. Dan gaat hij door de eiwit heen. Normaal op je aanrecht doe je thuis zeg maar, je eitje of je snitseltje. Dat is een speciale mix hier. Een speciale melensoort die zorgt dat de panko goed aan dat de volgende machine goed aan de kroket hecht. Dan gaat hij door een bed van panko heen. Dan loopt hij doorheen. En dan op het laatste wordt hij afgeblazen. En dan komt hij bij de dames op de inpaktafel. Dan pakken ze hem in de doosjes en dan gaat hij op de plakbandmachine, wordt hij dicht gegooid. Dan gaan ze in de karren, in de invrieskar hier. En die gaan dan zo meteen de snelvriezer in. Het moet allemaal in laagjes natuurlijk, dat kan niet op elkaar, dat er goed de koude lucht er doorheen kan. Dat moet binnen 3 uur moet dat ingevroren zijn. En dan morgen moet ik alles weer uit die karren halen, dan pakken we het weer om. En dan gaat het in omdozen. En dan gaat het in de voorraadvriezer in. En dan gaat het weer de deur uit. Niels, we staan hier in jouw krokettenfabriek. Je maakt alleen maar kroketten. Ja, kroketten en bitterballen maken. Ja, okay. Ja. En wat zijn de producten die je hebt? Rundvleeskroketten, geitenkaas, cranberry kroketten. Vandaag zijn we bospaddenstoelen aan het draaien. We hebben natuurlijk garnalenkroketten. En kaasstengels maken we ook voor biologische kaas. Kaasstengels? Ja, kaasstengels, ja. Die maak je ook? Ja, voor biologische kaas maken we helemaal. Ben ik jaren mee bezig geweest. Dat ik me ergerde aan die Top King, die dingetjes met van die nepkaas erin. Zo heb ik dat ontwikkeld. Daar ben ik wel 4 jaar mee bezig geweest hoor. Daar aan de kaas? Nee, helaas, die werkte niet. Die gaat uitbakken in de frituur. Het was ook heel moeilijk om te zoeken om er een goede kaassoort bij te krijgen.
Dat wordt helemaal speciaal voor mij gemaakt nu. Dat het gewoon in de paneer blijft. Dat hij gewoon niet uitbakt in de frituur. Anders smelt het eruit? Ja, ja, het gaat heel snel. Kaas is eigenlijk het moeilijkste. Ik zeg, ik ben er echt wel een paar jaar mee bezig geweest voordat ik die op de lijn had. En die gaan we volgende week weer maken. En jij exporteert voornamelijk, neem ik aan? Ja, het gaat via Veldman en Harlingen. Die bestrijkt zeg maar het noorden van Nederland. Ja, en op de Schelling, dat hebben ze het nu ook een beetje ontdekt. Dus ja, daar hebben we eigenlijk wel voldoende aan. Je ziet wel hoeveel aantallen dat we hier maken. Het is goed zo, het is mooi zo. Maar je exporteert niet zoveel? Nee, ja, naar het noorden van Nederland. Ja. En dat gaat via Veldman in die koelwagens. En ik weet zelf niet eens precies waar het allemaal naartoe gaat. Nee, precies. En op de Schelling gaat alles via Kooiman hier. Dus ik weet eigenlijk zelf niet eens precies waar het... Kerry. Ja. En Waddenvoet heeft het binnenkort ook in het assortiment. Ja. Heb je nog plannen om het verder uit te breiden? Nee, dit houdt wel een keer op. Dit is het gewoon. Ja, dit gaat niet verder dit. Nee, dit is zo'n mooie lijn. Dit staat ook bij Ad van Geloven en Van Dobben. Staat precies dezelfde productielijn te draaien. Ja, het gaat gewoon niet verder. Er moet alleen een wat grotere vriezerij moet er in de toekomst bij. Want nu met dat warme weer en zo, dan nekt hij dat gewoon. Professioneel. Maar een stukje bij beetje. Ja. Hoe lang ben je nu bezig? Vanaf 2013. Maar je weet nog wel dat ik bij jou was, ja, met dat weet dit ik ding. Nog wel, maar ik heb nog die tijd in mijn hoofd zitten. Nee, 2013 was dat bij jou kwam voor dat plugje. Toen begonnen we in het keukentje hiervoor te draaien en dus natuurlijk het hele stuk is eraan gekomen. Zullen we even achter kijken? Ja, ik zal even kijken als we alles erbij vullen. Hier de roegemaker. Ja, dit is natuurlijk het hart van de hele krokettenmakerij is dit. Hier kook ik dan. Er moet natuurlijk de boter en de bloem gaaien natuurlijk en dan gaat je bouillon erop. En dan ga je kruiden en je, in dit geval was het dus bospaddenstoelen gaan erbij, dan maak je je mengsel. Dat pomp ik dan eruit met het pompsysteem. Dan ga ik heen en weer van de ene ketel ga ik naar de andere ketel. Dus dan maak ik 200 kilo ragout per keer. En dat pomp ik dan in kistjes. Wat je net zag, al in die bak. Dat pomp ik hierin en dat gaat dan de snelkoeler weer in. Hetzelfde verhaal, dat moet dan 2 dagen staan om dat smaak allemaal op elkaar in te laten trekken. En dan gaat het hier op de productielijn. Dus ik heb dit vrijdag gekookt allemaal. Dus vrijdag om 6 uur was ik klaar. En zaterdag dan staat het gewoon te trekken en het moet natuurlijk afkoelen. Het moet opstijven, want anders kan je het natuurlijk niet op de lijn draaien. En vandaag gooien we het even uit de lijn en hebben we 40.000 pakketjes. In 2 dagen? Wat zeg je? In 2 dagen? Ja, ja 3 dagen. Ja, 2 dagen. Ja. Ja, je hebt natuurlijk wel je voorbereiding en zo erbij. Hè. Dus dat klinkt allemaal even makkelijk. Maar, En je maakt wel gebruik van veel eilandproducten? Ja, zoveel mogelijk doe je dat natuurlijk. Maar... En garnalen, komen die wel voor de schermen? Nee, de garnalen is nu weer een heel moeilijk verhaal, weer met de corona. We kunnen nu geen garnalen krijgen. Het Marokko ligt stil en die pellerijen die gaan pas 16 augustus weer open. Oké, jullie hebben helemaal geen garnalen? Nou, ik heb nog een paar doosjes mini staan en Willem Kooijman heeft net de laatste grote in zijn vriezer staan. Dus, garnalen zijn überhaupt moeilijk? Altijd. Van alle echt schaai uit. Een nachtmerrie? Ja. Dat blijft altijd een nachtmerrie, die kleren dingen. Moet je ze gaan pellen met de machine. Ja. Dat weet je, de familie dat van weet ik alles wel, ja. Vindt er alles van. Ja. Ja. Oké, nou super. Ik vind het fantastisch om te zien. Ja, leuk dat je even komt kijken. Waar kunnen ze je vinden? Gewoon op de cuisine.nl, maar als je eilanden kroketten intikt, zo zijn we begonnen natuurlijk. De rundvleeskroket, dat heet eigenlijk de eilandenkroket. Het heet nu Cuisine nog? Ja. Dat is gewoon het algemene naam. En de rundvleeskroket, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Want dat maakte hij natuurlijk eerst sushi in het keukentje. Oh ja, op een gegeven moment... wat sushi is die? Ja, op een gegeven moment zei iemand vroeg aan mij, kun je die lekkere bitterballen weer een keer maken? En die receptuur had ik allemaal niet verkocht. Ja, op een gegeven moment stonden we hier in dat keukentje tussen de sushi machines in met op de hand te paneren. Ja, het was dan wel lachen, gieren, brullen. Maar, dat gaat natuurlijk dus nu, niet. Ja, nee. Ja, dat is nu wel echt serieus. Ja, dit is gewoon natuurlijk professioneel draaien. Dit is het hoogste niveau wat je maar kan halen. Vooral die productielijn, dat is computergestuurd allemaal. Het is gewoon een feest om mee te draaien. Ja, dat is leuk om te werken natuurlijk. Absoluut. Succes man. Hartstikke mooi. Dan nu de agenda. In de komende zomervakantie wordt er in het dorpshuis De Stoek in Hoorn de vakantiebijbelweek gehouden. In juli en augustus kunnen kinderen uit het basisonderwijs op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10 en 12 uur 's ochtends gebruik maken van diverse activiteiten. De toegang is gratis.
En om alvast even vooruit te kijken, de Vijf Eilanden wandeltochten. Met de Bruine Vloot kun je naar de overkant, dan kun je de vijf waddeneilanden af om daar te gaan wandelen. En dat is een week, duurt dat. Van 31 juli tot en met 7 augustus. En voor meer informatie kunt u terecht bij de VVV's op de eilanden. En wij houden u op de hoogte. Dan nog even het weer voor de komende periode. Ja, het blijft deze week een beetje aan de wisselvallige kant. Rond de 20 graden met af en toe zon, maar toch ook wel een drupje regen. Nou, dit was het dan weer voor deze week. Heeft u zelf nieuws of iets te melden? Laat het dan gewoon even weten. En wie weet zit u volgende week in ons journaal. En mail dan gewoon even naar info@terschelling.tv. En wilt u helemaal op de hoogte blijven? Neem dan een abonnement op het weekblad De Terschellinger. En dat kan via www.deterschellinger.nl. En oh ja, vergeet niet de abonnee-button, die rode, hieronder aan te klikken. En als u dat nog niet gedaan heeft, dan moet u dat toch echt gaan doen. Tot volgende week.